We zijn hier bij Millibeter. Wij kweken de zwarte wapenvlieg om op grote schaal organische reststromen om te zetten in nieuwe grondstoffen voor de veevoederindustrie. We gaan nu de kweekinstallatie bekijken. Volg mij maar. Het is hier warm, het is hier vochtig. Het zijn tropische vliegen, die kunnen zich hier niet vestigen. Maar dit is het ideale klimaat voor hen om zich massaal voor te planten. Elke vrouwtjesvlieg legt ongeveer 500 eitjes, dus dat gaat zeer snel. Dus we kunnen op zeer beperkte ruimte grote hoeveelheden daglarfjes, dat zijn de kleintjes, gaan produceren. Dus dit zijn de eitjes die geoogst zijn. Deze zijn nog manueel geoogst, maar we hebben een technologie ontwikkeld om dat automatisch te doen. Dat zijn er 20.000 in zo'n klein potje. En dus die kleine stipjes hier op de zijkant, elk van die stipjes is eigenlijk al een daglarfje, dat net uit het ei is gekomen. En over 3 weken zijn die ongeveer 2 centimeter groot. Nee, maar ja, deze kunnen we dan gebruiken. Ja, oké. Uit de kweekruimte komen dus heel kleine larfjes. Die gaan wij dus de reststromen voeren. Dat doen we in simpele bakken. We weten perfect hoeveel larfjes daarin zitten. Dus we hebben ook ondertussen heel veel proeven gedaan met het dieet en met hoeveel voer dat ze per dag moeten krijgen. En die larven die groeien dan op een minder dan 3 weken tijd uit tot serieuze larven. Kunt u voorstellen, als we dit bij de kippen zouden voeren, hoe gelukkig dat die zouden zijn natuurlijk, hè.